UAV online. Ally cluster down. Hey Bas! Bas, we moeten opnames maken. Oh. Ik zit al 2 uur op je te wachten, hè? Oké. Ik kom eraan. Wij gaan nu de straat op om jongeren te vragen wat zij weten over gameverslaving. Wisten jullie dat 1 op de 50 jongeren internet- of gameverslaafd zijn? Nee, ik had geen idee. Dat wist ik niet, maar ik kan het heel goed geloven. Als je gameverslaafd bent, kun je hulp krijgen. Ik ben een lover. Jullie zeggen allebei ja, waarom? Ja. Nou, ik denk dat er sowieso wel stichtingen zijn, hulpinstanties waar je naartoe kan gaan als je gameverslaafd bent. Als mensen zeg maar, die hierin gespecialiseerd zijn, die kunnen daar denk ik wel mee helpen. Dat kan inderdaad. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Jelinek Utrecht. Als je daar meer over wilt weten, kun je gaan naar jong030.nl. Daar staat een artikel, gamen, spel of verslaving. En onderin staat een test die je kunt doen om te kijken of jij gameverslaafd bent. Als je elke dag gamet, ben je verslaafd. Waar of niet waar? Niet waar. Waarom niet waar? Ik denk omdat als je gameverslaafd bent, dan kun je niks anders doen dan gamen. En dan ga je ook niet naar de wc of zo, dan denk je niet aan je eigen behoeften. Je denkt allebei nee. Waarom? Nou, je ligt er een beetje aan. Ik bedoel, je kan ook elke dag 5 minuten gamen en een paar spelletjes spelen. Dus ik denk niet dat je dan jezelf verslaafd kan noemen. Ik denk dat als jij het heel moeilijk vindt om uit het spel te stappen. Want dat is natuurlijk meestal dat als jij aan het gamen bent, dat je dan in een virtuele wereld verplaatst. En als jij het gewoon heel moeilijk vindt om daar doei van te zeggen, dat het bijna niet kan, ja, dan ben je wel verslaafd aan gamen. Want dan kan je niet meer echt. Dan leef je niet meer per se in de echte wereld, vind ik. Ken jij iemand die gameverslaafd is? Laat weten in de comments. Ik ga er weer vandoor.